Een heleboel sectoren hebben te maken of krijgen te maken met de maatregelen rond COVID-19. We proberen u elke dag up-to-date te houden. En vandaag hebben we ervoor gekozen om te praten met de mensen die aan food delivery doen. Maar we waren benieuwd door de oproep die de mensen hebben gehad om thuis te blijven. Of men ook daadwerkelijk meer gebruik maakt van deze diensten. Voordat ik verder ga, wij hebben onze redactie vaker klachten gehad van de microfoon. Dat we ook onbeschermd zijn. En we proberen natuurlijk zo goed als mogelijk ook onszelf te beschermen. Dus wat we nu doen, is dat zodra we met iemand hebben gesproken, wordt dit windhoesje verwijderd en wordt er een nieuwe op de microfoon aangebracht. En wanneer we het verwijderen, dit is een nieuwe, normaal doen we het met handschoenen, zodat u ook op de hoogte bent dat we ook daaraan hebben gedacht. We hebben gesproken als eerst met Shomara Fakkers. Zij is de directeur van Meals on Wheels en ze vertelt hoe het er bij hun aan toe gaat. Het is inderdaad zo dat men meer gebruik maakt van de diensten, mede vanwege het feit dat ze eigenlijk thuis moeten blijven. Surinamers, die zijn eenmaal zo, of laten we zeggen, de mensen zijn eenmaal zo dat ze van eten houden. Dus vandaar dat ze meer gebruik maken van die dienst. Oké, okay. Vanaf hoe laat tot hoe laat kunnen ze daarvan gebruik maken? Hebben jullie je tijden uitgebreid, zeg maar, om de mensen tegemoet te komen nu? Niet zozeer tijden uitgebreid, omdat we eigenlijk al de ruimste tijden hadden genomen vanaf het begin. We zijn open vanaf 9 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond. Dat is dus van maandag tot donderdag en in het weekend vrijdag, zaterdag tot 11 uur in de avond. Oké. Okay. Hebben jullie ook veiligheidsmaatregelen voor jullie getroffen, voor jullie personeel? Want die komen natuurlijk ook met de mensen in contact. Ja, absoluut, absoluut. Nadat we hoorden dat we het eerste geval hadden, hebben we natuurlijk ervoor gezorgd dat we onze heren terugtrekken. Want het is belangrijk dat ze weten wat het virus is, hoe je besmet kan raken en hoe je kan voorkomen om besmet te raken, om het zo te zeggen. Zo hebben ze teruggetrokken. We hebben ze eerst getraind, dat is in samenspraak met BOG. We hebben dus daarvoor, want iedereen begon maskers te gebruiken, iedereen begon heel wat dingen te doen, maar we hebben ze dus ook aangegeven dat je eigenlijk niet zomaar een masker moet gebruiken. Net als wat ik nu in mijn hand heb, is het niet raadzaam om zomaar een masker op te zetten. Dit is dus voor iemand die ziek is. En dat hebben we ze ook uitgelegd, want als je kijkt, zie je dat de meeste mensen zo'n masker opzetten. En dat is eigenlijk niet zo raadzaam. Dus dat is wat ze hebben uitgelegd. Maar stel dat iemand met ze praat en als mij tak vochtig. Daar is dat masker toch een beetje bescherming, toch? Want als je mond nou net op dat moment open is, kan het toch ook misgaan? Nee, niet zozeer. Daarom moet je 2 meter afstand behouden, om het zo te zeggen. Dat hebben we zo ook uitgelegd. Het moment je gaat leveren, moet je zo contactloos mogelijk proberen te leveren. Zet je bestelling voor de deur, laat de persoon tellen. We hebben zipblokjes meegegeven, dus dat zijn zakjes waarin die mensen dat geld moeten zetten. En na iedere levering moeten ze ontsmetten. Dat is het belangrijkste. Niet zomaar mondzakjes gebruiken, want er kan een periode komen waarbij we ze echt nodig gaan hebben. En dan moet het niet zo zijn dat het dan schaars is. Oké, okay. Dus jullie zijn wel tevreden over hoe het tot nu toe verloopt, de hele situatie acht genomen? Ja, absoluut. U heeft Shomara Fakkers gehoord van Meals on Wheels. En we hebben ook een gesprek gehad met Endermo Linger. Hij is van Food Booking en hij vertelt ook hoe zij met de situatie zijn omgegaan. Zo hebben we een stijgende trend mogen ervaren. Dat betekent dat Surinamers langzaam maar zeker bewust worden dat ze daadwerkelijk thuis moeten zijn. Oké, onze bezorgers hebben we dus teruggetrokken. Dat was de eerste dag toen we hebben begrepen dat we 1 patiënt hadden. Hebben we ze dus teruggetrokken. Zo hebben ze dus, doen ze dus ook aan de voorzorgsmaatregelen. Treffen ze dus ook de voorzorgsmaatregelen. Oké, wat wij dus hebben, wij doen ook elke ochtend. We hebben een temperatuurmeter, want dat is belangrijk. We meten onze jongens in hun temperatuur. En we hebben ook oefeningen die we samen met de jongens doen. Een van de oefeningen is dus ademhalingsoefening. En dat doen we dus 20 seconden minimaal. Houden ze hun adem in. En dan mocht het zijn dat je hoest of dergelijk, dan gaan we je niet sturen, maar dan ga je naar de dokter. Oké. Dus dat weten onze jongens. En bij het restaurant ook. Wassen ze hun handen na elke bestelling. Ze ontsmetten met hand sanitizer. Plus ze hebben dus ook Ziploc zakjes om hun gelden daarin te stoppen. En ze gaan met hun bezorgtas gaan ze dus naar de klant om het in onze app. Heb je dus de gelegenheid om te kiezen.
dat de bezorger je belt om af te stemmen hoe je je bestelling wil ontvangen. Dus de jongens gaan met hun tas, ze bellen met de klant en ze zetten hun, ze halen het eten dus tevoorschijn, ze zetten het boven en daar staan ze dus 2 meter afstand. Het geld wordt erin gedropt en het eten wordt afgenomen bij de klant. En dus, zo ga je ermee zo om. Gaan we ermee om. Hoe loopt het tot nu toe in de praktijk? Geen enkel probleem gehad? Nee, tot nu toe wat we wel hebben opgemerkt is dat klanten meer bestellen en het vertrouwen hebben in ons. Omdat ze dus zien hoe wij ermee omgaan. Goed. Dus jullie gaan gewoon op dezezelfde verder? Ja. Voor ons is het belangrijk dat Surinamers weten en bewust worden dat ze daadwerkelijk thuis moeten blijven als we zeg maar COVID-19 willen overwinnen. En ik heb het vertrouwen dat Surinamers, we have the victory. We zijn altijd winnaars. Please stay home. We deliver with care. De straat.